Meneer Vervre, dit is een Gent Wevergem die mensen niet snel zullen vergeten. Geldt dat ook voor u? Ik sta hier al 35 jaar, ik heb er al een paar vergeten, ja. Waarschijnlijk zal ik deze ook ooit vergeten. Maar ook ondanks deze barre omstandigheden? Veel mensen keken daarom juist met extra interesse naar deze wedstrijd? Bepaalde oude renners die een palmarès hebben om UT te zijn, zeiden dat er niks aan de hand was vandaag. Het viel medewind, dus ik zal me aansluiten bij die mannen. U vond het niet te zwaar, te harde wind, waardoor mensen zelfs in de sloot belanden? Ja, ik vond het randje van aanvaardbaar, maar ja, ik ben een oude man, hè, die beginnen te zagen, hè, dus ik zal maar niks zeggen. Quickstep heeft de koers mede gemaakt, eindigen met een tweede plek. Bent u dan tevreden? Nee, ik kan alleen maar tevreden zijn als we winnen, maar anderzijds, gezien de tegenslag, twee mannen in het hospitaal, iemand met een sleutelbeenbreuk, Maarten Velits, iemand anders met een kniewonde. Kevin is drie keer achteruit geslagen door pech, Stibar lek, Nicky Terpstra zijn laatste kilometer lek. Daar kunnen we moeilijk van een helksdag spreken. Een week voor de ronde, dan staat u er niet voor zoals u ervoor zou willen staan met de ploeg, neem ik aan. Ik denk dat er veel achter ons staan. Huh? We rijden 2 en 3 in Waregem, we rijden 2, 3 en 4 in een Niersbad. We winnen Kuurne, we winnen tot na de ronde denk ik 18 wedstrijden. En na vanavond denk ik dat we 1 of 2 staan in de wereldtour. Dus zo slecht zal het wel niet zijn. Hè? Met vertrouwen naar de ronde toe? Met vertrouwen naar de ronde toe en hopelijk even kunnen rijden zonder tegenslag. Hartelijk dank.